Marvin Peersman, eindelijk 3 punten in eigen huis. Ja, heerlijk gevoel. Zeker na zo lange tijd. Dus ja, het is alleen maar positief. Het is niet alleen een lange tijd qua dat het in eigen huis niet lukte, maar deze wedstrijd ook. Hè? Jullie beginnen uitstekend en dan duurt het heel lang om hem uiteindelijk over de streep te trekken. Ja, maar ja, je komt ook met 10 man, dus dan wordt het wel sowieso lastiger. Maar ja, ik denk dat iedereen heeft gestreden voor die 3 punten. En ja, we hebben hem over de streep gehad. Heb jij gezien wat er gebeurd is met de rode kaart? Nee, niet echt. Het was een beetje iedereen begon te duwen, te trekken. En ja, dan gaat er 1 iemand liggen. Ja. Ik weet niet of de scheidsrechter het echt goed heeft gezien, maar ik kon het niet zien van zover. Wat is er gezegd voor de wedstrijd? Want jullie gingen van start als wilden, zeg maar dan positief gezien. Nee, zoals proberen we elke wedstrijd. Maar ja, hier thuis vooral. De eerste minuten volle bak erop en dan gaat het publiek mee. En dan word je ook sterker. Heb je meer vertrouwen. En zo zie je maar de eerste 3 minuten. Je hebt al 3 kansen en dan lig je erin. Dus, ja. Je bent 1,5 minuut onderweg. Dan heb je 3 corners gehad. En die derde corner, wat gebeurt er dan? Ja, ik kop die bal. En volgens mij gaat hij via achterhoofd van een speler gaat hij erin. Maar ja. Ik koop al die bal die richting, dus hij staat wel mijn naam, denk ik. Jouw doelpunt gewoon? Ja, mijn doelpunt. Ja, dan kom je vrij snel op voorsprong. En toen, wat was toen het plan voor de rode kaart? Ja, gewoon hetzelfde dat we de eerste minuten deden. Gewoon hetzelfde blijven doorgaan. Maar ja, dan komt die rode kaart en dan moet je een beetje terug. Dan moet je meer verdedigd gaan spelen. Maar ik vind, Albel hebben het heel goed gedaan. De tweede helft is dan vooral tegenhouden, denk ik, hè? Ja, vooral tegenhouden en een beetje op de counter loeren. We hebben al een paar counters gehad. Maar ja, gelukkig hebben we gewoon die 1-0 gehouden en hebben we gewonnen. Het lijken mij wel zulke wedstrijden die uitermate geschikt zijn voor jou, waarin je alles erachterin een beetje weg moet houden. Nee, ik stond eerst aan de zijkant en ik moest veel voor diepte zorgen. En ook om druk te zetten op hun rechtsback. Maar ja, de laatste minuten zijn met z'n 10 gaan ze voor ze te geven. Ja, dan kom ik een beetje in mijn kracht. Dan is het vooral duels in de lucht en dan ben ik wel sterk in. Ja. Kun je beschrijven wat voor gevoel het is als die scheidsrechter dan uiteindelijk voor het laatst fluit? Ja, eerlijk gezegd was ik helemaal kapot. Maar ja, wel een goed gevoel natuurlijk. En dit direct maar doorzetten volgende week? Ja, jammer genoeg ben ik geschorst volgende week. Dus ja, dat is wel balen. Maar ja, ik hoop dat het team het goed gaat oppakken en nog een keer 3 punten thuis. Nu eerst even vieren? Nee, gewoon rustig gaan morgen trainen.